Ja. Ja, dit jaar komt de Bing Bang Tour alweer voor de derde keer naar Venray toe. En deze keer is dat op vrijdag 16 augustus. Een hele organisatie voor de stichting Wielerpromotie Venray, samen met de gemeente, maar ook met tal van ondernemers. En dit jaar staat het event bovendien in het teken van duurzaamheid. En Lucien Peters die komt ons daar meer over vertellen. Welkom Lucien. Dankjewel. Dankjewel Rob. Nou, dat klinkt allemaal weer heel veelbelovend. Heb je er zin in? Ontzettend. Want? Het is nou de derde keer dat we het event organiseren. Ja. We merken eigenlijk, er komen steeds nieuwe dingen bij. Hè. Er worden steeds nieuwe activiteiten bij bedacht. Je krijgt steeds meer routine in hoe je mensen in kunt zetten. Wordt ook wat efficiënter qua werven van vrijwilligers. Qua werven ervaring, van partners. Hè? We krijgen ervaring. Ja. En dat maakt ook dat we het eigenlijk tot een steeds mooier feest kunnen maken. Ja. Hey, en vorig jaar was er een tijdrit. Ja. Toen zagen we al die renners één voor één mooi over dat lokale parcours hier heen gaan. Dit keer weer een reguliere etappe. Waar is de finish dit jaar? De finish is dit jaar op de Stationsstraat. Dat is, Stationsstraat is een nieuwe stationsweg. Stationsweg, Stationsweg. Ja, heel goed. Bedankt. Dat is tegenover het Vincent van Gogh terrein. Ja. Daar liggen hele mooie grasvelden. En daar ligt ook een mooie lange straat zonder rotondes of rotondes in aanbouw. Ja. En dat betekent ook dat er ruimte is voor de aanloop, voor de finish. Want dus daar gaat die komen. Ze komen dan vanuit Oostrum? Ze komen vanuit Oostrum, ja. En ze hebben, we hebben dit jaar 3 omlopen. Ja. Ze komen dit jaar de gemeente binnen bij het Veulen. Ja. Vanaf de Veulenseweg komen ze Leunen binnen. Ah, dat ja, is voor jou heel fijn Leunen natuurlijk, ja. Thuiswedstrijd. En dan van Leunen wordt er een omloop gemaakt via Kasterij, Oerlo en dan Oostrum, Venray en dan weer terug naar Leunen. 3 keer rond en dan is de finish voor het Vincent van Gogh terrein. Ja, en verwachten ze weer een eindse, een massasprint of niet? Ja, het is een rit in lijn en ze komen uit België. Ik geloof dat ik de plek nog niet mag noemen. Ik zie hem op sommige plekken wel opduiken, maar ik laat het nog maar even voor me. Ze komen in elk geval uit België en de verwachting is wel dat het veld dichtbij in zit. Het is natuurlijk de 5e etappe. Ja. Later in de week, dus er kan ook wel wat vermoeidheid in zitten. Oké, maar wel een groot kans op massasprint. Ja. Laten we hopen dat Dylan Groenewegen meedoet. Ja. En dat sprint wordt aangetrokken door onze local hero Mike Teunissen. Ja, of dat hij hem zelf wint, dat is natuurlijk nog mooier. Wie zal het zeggen. Ja. Maar dit jaar, behalve dat het geweldig is dat die etappe hier weer finished, staat de aankomst ook nog in het teken van het thema duurzaamheid. Jullie willen de meest duurzame etappe plaats ter wereld worden. Ja. Ja, dat is nogal een ambitie. Een ambitie, ja. Dat is. We hebben eigenlijk vorig jaar na afloop heel snel het idee opgevat van welk thema willen we nou verbinden aan gezondheid, duurzaamheid. En ook gezien alle geluiden en dingen die er zijn rondom duurzaamheid, hebben we dat thema opgepakt. En zijn we ook op zoek gegaan naar partners. Hebben we ook met de gemeente gesproken over daarover, ook met de provincie gesproken. Ook zelfs in de EU-regio zijn we nog in gesprek om te kijken of we niet iets meer kunnen doen. En dan alleen maar die wielerwedstrijd, dan alleen maar dat event. Wat vooral ook een heel mooi netwerkevent was, morgens en 's middags voor allerlei bezoekers van Venray en ondernemers. Mm-hmm. Kunnen we daar niet nog wat meer cachet aan geven? En nou, dat hebben we gedaan door de meest duurzame wielerfinishplaats ter wereld als ambitie neer te zetten. Ja. En we zien ook dat er eigenlijk steeds meer dingen komen die aan die duurzaamheid aanverwant zijn. Of het nou gaat over mobiliteit, brandstofcellen, allerlei technieken die nu voorbij komen, maar die ook gepitcht zijn. Maar hoe gaan we dat dadelijk hier in Venray zien dan? Hoe ziet we hebben, de man en vrouw die op de Stationsweg dadelijk staan van, nou, het is wel lekker duurzaam. Ja, er zit misschien op de Stationsweg een heel mooi ding, maar dat hou ik nog heel even onder de pet. Houdt alles dat kan ik nog niet vertellen. We hebben wel een aantal ondernemers al bereid gevonden om met ons mee te doen. Om deel te nemen aan het symposium wat we in de ochtend organiseren. We hebben ook met de provincie en de gemeente afgesproken dat we een duurzaamheid award gaan uittrekken, samen met die 3 partijen. Ja. Het is de eerste keer dat gebeurt in Limburg, in 3 categorieën. Ja. En welke categorieën dat zijn de categorieën materialen, leefstijl en gezondheid en energie. Ja. En iedereen kan daar meedoen. Alle ondernemers die dat willen,
kunnen daaraan meedoen en kunnen zich inschrijven met een mooi initiatief. Ja. Het hoeft niet per se met sport te maken hebben. Venrijse ondernemers, Limburgse ondernemers, eigenlijk... Elke ondernemer die iets met Limburg heeft, kan dat doen, kan in dat principe. Doen. Ja. En die kan daaraan deelnemen en dan is er een jury, een deskundige jury, het publiek en het aanwezige publiek op het symposium in de ochtend bepalen samen wie de winnaar wordt in die drie categorieën. Okay. Ja, ik hoor je ook een aantal keer al zeggen, ondernemers. Waarom is dit event ook voor ondernemers zo interessant dan? Nou, het is op de eerste plaats een fantastisch netwerkevent. Ja. In de middag is er een VIP-café waarbij eigenlijk ondernemers uit Venray en omstreken bij elkaar komen. En we hebben nog elk jaar fantastisch weer gehad. Dus je staat daar een aantal uren in het finishgebied. Kunt ook op grote schermen de wedstrijd volgen en gelijktijdig ook netwerken. Ja. En we hebben nu aan de ochtend hebben we dan ook het symposium duurzaamheid eraan verbonden, waar ook allerlei sprekers komen met een verhaal over duurzaamheid, nieuwe dingen komen vertellen, waar ook ondernemers weer iets aan hebben. Ja. Dus door die dingen met elkaar te combineren, kun je gewoon ook een dag besteden, je netwerk verrijken en je kennis verrijken op het gebied van duurzaamheid. En dan mogelijk ook zelf iets mee doen, hè, met je eigen bedrijf of met je eigen... onderneming. En ondernemers die zich nog niet hebben gemeld voor die dag, die kunnen informatie vinden? Ja, die kunnen informatie vinden op www.bingbangtourvenray.nl en die kunnen ook altijd via mijn persoon of via Maurice Ambaum, onze voorzitter, of Cor Zaal, onze marketingman, informatie verkrijgen. Het moet sowieso lukken als je daarbij aanwezig wilt zijn. Verder zag ik dat jullie onlangs ook een pop-up winkel, een locatie hebben geopend. Wielerhuis. Wielerhuis in de Schoolstraat. Ja. En waar is dat voor? Wat gaat daar gebeuren? Nou, we hadden de locatie bij een van onze vorige bestuursleden en die konden we niet meer gebruiken dit jaar. Ja. Ook door de privéomstandigheden is hij er niet meer bij in het bestuur dit jaar. Dat betreuren we wel, maar goed, dat is zo. Daardoor hebben we op een aantal keren thuis vergaderd. We zochten ook een locatie om te vergaderen. Ja. En gelijktijdig ook een locatie van waaruit je nog wat publicity hebt. Ja. Waar je nog wat zichtbaarheid hebt in het centrum van Venray. En van waaruit je ook je uitvliegingen kunt maken. En betekent dat ook dat daar bijvoorbeeld nog bijeenkomsten worden georganiseerd om mensen te informeren? Ja, er zullen een wielercafé wellicht, dat soort dingen. Nou, je neemt me de mond, woorden uit de mond. Dat soort activiteiten zullen daar zeker nog gaan plaatsvinden. Ook, en ook besprekingen met mensen die daar iets mee willen doen. Presentaties van bedrijven die daar komen hangen. Er komt ook een club van 500 wordt er opgehangen van leden die of sponsors, partners die mee willen doen. Die kunnen daar ook gewoon een plek verkrijgen. Het is in ieder geval goed zichtbaar in het centrum van Venray. Verder weet ik dat de overeenkomst met Venray en de Bingbang Tour was een overeenkomst van 3 jaar. Dit jaar is het derde jaar. Houdt het hierna dan ook op? In principe niet. Wij hebben de intentie om nog door te gaan. Dus wij willen ook graag weer voor een aantal jaren doorgaan. We zijn nog in gesprek met Golazzo. We zijn nog in gesprek met de gemeente. Ook wat daar de mogelijkheden zijn natuurlijk. Want los van de partners zijn we ook sterk afhankelijk van de bijdrage en de ondersteuning. En de flexibiliteit die de gemeente heeft natuurlijk. Ook in het vergunningentraject. Mogelijkheden die we hebben met wegen die aangepast moeten worden. Het brengt toch altijd weer... een heel circus met zich mee om wat vluchtheuvels weg te halen. De intentie is er niet voor. Intentie is er om nog zeker een aantal jaren aan vast te pakken. In elk geval een aantal jaren willen we graag verlengen. En dan, wat is dan de ultieme droom als het gaat om de Bing Bang Tour? Ja, de ultieme droom is, als het gaat om de Bing Bang Tour, is om inderdaad de ploegenpresentatie te hebben op zondagavond. Is die en dan op maandag etappe Venray. Ja. En dan ook alle mooie locaties van Venray weer in beeld krijgen. En weer net zo'n fantastische tijdrit krijgen als die we eerder ook hebben gehad. Ook samen met die amateurritten die we 's ochtends hadden. Ja, fantastisch evenement wat de hele dag duurde. Nou ja, goed, dat klinkt ook weer redelijk ambitieus. Dus we houden het in de gaten of dat gaat lukken. Maar volgens mij is er nog een... ambitieuzer plan. Ja, natuurlijk is als wielerplaats, als wielerstad in de provincie Limburg, dan blijf je altijd dromen. En er komen steeds meer internationale grote routes komen hier ook voorbij. Gaan starten in Nederland of ze komen voorbij. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we een van die routes, of de Tour, of de Vuelta, of de Giro, een keer door of langs Venray kunnen krijgen. Ja. Dat zou het ultieme zijn. Ook als finishplaat?
Onbetaalbaar. Onbetaalbaar. Letterlijk onbetaalbaar. Denk het wel. Goed zo. Ja. Nou, we gaan het volgen. In ieder geval 16 augustus. Dan gaan we het hier allemaal meemaken. Heel veel succes met de organisatie. En je krijgt een heel warm applaus. Let maar eens op. Dankjewel. Dankjewel, Lucia. Precies.